Henk Lange, we hebben het over 25 jaar Dorpsraad in Sint-Tunis. En jij was de eerste voorzitter. Wat gingen jullie doen? Wat werd er verwacht? Dat is juist de vraag wat er verwacht werd. Plotseling werden dorpsraden ingesteld en kregen we met een man of drie de opdracht. De drie H's heette dat destijds. Henk van Zandbeek, Henk Lange en Huub Verstegen. Die werden gevraagd door Krezel om dat te doen. En toen zijn we in het dorp ingetrokken om te proberen dat op te doen. En het dorp was nog niet zo geamuseerd. Die dachten, dat zijn een stelletje oud politici en dat wordt een verlengstuk van de gemeenteraad. Maar uiteindelijk is het gelukt om toch een dorpsraad te starten. Maar het was even moeilijk. De voorzitter heeft dat vandaag ook een beetje verteld. Ik kom niet op het goede woord. Dat die eerste jaren nou niet de gelukkigste waren. De tweede termijn ging al beter. Ja, maar vandaag de dag is natuurlijk zo'n dorpsraad een stuk beter gedragen dan destijds. Maar nog even terug naar dat prille begin dan. Mocht dat gezien worden als een soort democratisering? Of wat mochten jullie of wat konden jullie? Ja. Nou, we mochten van alles. Wat we vooral niet wilden, een verlengstuk zijn van het gemeentebestuur. We hadden een heel klein budget. En we moesten doen wat goed was voor het dorp. En de problematiek die er toen was, te weinig huizen, zoals nu, te weinig gebouwd. Eigenlijk is er aan problematiek, winkelstand en dat soort dingen, niet zo heel veel veranderd. Alleen is nu, een dorpsraad is gekend. En een van de dingen die ze ongelooflijk goed doen is die nieuwjaarsborrel. Daar zijn ze ingesprongen in op een punt waar de gemeente absoluut gefaald heeft, naar mijn mening. Die gingen destijds hun nieuwjaarsrecepties op de dorpen houden. En naar mijn mening hoort een nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis te zijn. Daar kwam niemand meer. De dorpsraad is erop ingesprongen en de club van niks erbij. Dat is een ongelooflijk groot succes. Alleen daarom zouden ze bestaansrecht hebben. Maar ze doen veel meer, zoals we vandaag. Dat is een beetje van de laatste jaren, helemaal positief. Heb je nog wel al een kentering meegemaakt eerder? Je was een van de eerste voorzitters, werd natuurlijk opgevolgd, nieuwe leden zoeken en zo. Dat je meer in te brengen had? Nou, wij hadden in tweede termijn meer. We hadden wel voldoende in te brengen. Maar de mensen zagen dat nog niet zo, wat er gebeurde. En dit is nu kleurrijker en veel meer geaccepteerd. Ja, zeker. Je kunt spreken van een vooruitgang zoals een dorpsraad eigenlijk hoort te zijn. Want je zei al in het begin, het was een beetje een onbekend fenomeen. Ja, het was heel zeker. Ik geloof dat er al een paar dorpsraden ergens in Brabant waren. Maar wij waren vrijwel van het begin. Ja, een heel onbekend fenomeen. Waar is dat nou voor nodig, zeiden de mensen, snap je? Ja. Hoe zie jij de toekomst? Je bent er heel positief over, zoals het nu is. Het enthousiasme, de initiatieven van de dorpsraad. Ja. Wat geef je ze mee? Nou, ik weet niet hoe het in deze nieuwe grote gemeente zal worden. Ik denk dat het wijkraden zullen worden, zoals in een grote stad. Want je kan niet meer de bestaande dorpsraden handhaven, want dat is sowieso niet meer. Dus ik hoop dat dat wel goed gaat functioneren. En als de club die hier is een wijkraad wordt, dan denk ik dat we toch wel, dat heel zeker nu we toch wat verder afkomen nog van het bestuur, dat dit dus echt een gat gaat vullen. Ik denk het wel, er is een flinke kans, ja. Joep Baltussen, ook lid van de dorpsraad, maar een beetje op een andere manier. Want er komt wel wat bekijken als je het goed aanpakt, lid zijn van de dorpsraad. Wat betekent dat voor jou?
Nou, dat betekent vooral heel veel ziel en zaligheid stoppen in het dorp. En altijd klaarstaan om nieuwe projecten op te pakken en om dat enthousiasme uit te dragen aan andere mensen. Om die erbij te betrekken en om samen mooie projecten op te zetten. Dat is anno 2021 jullie wel gelukt? Ja, nou, eigenlijk kan ik er alleen maar mee eens zijn. Het is in ieder geval doen we ontzettend ons best. En volgens mij staat er nu ook wel een hele mooie groep van inwoners die er echt klaar voor staan om ons dorp nog mooier te maken. We hebben het voor deze camera alles vaker aangehaald, onder andere met jullie voorzitter Jos van Duren. Het loopt allemaal, er zit muziek in Sint-Tunis en dan krijg je ook gemakkelijker medewerkers. Ja, absoluut. Ja, we hebben gewoon onder de bevolking sinds de nieuwjaarsborrel van 2020, voor corona nog, hebben wij een oproep gedaan aan de inwoners van steek de handen uit de mouwen, kom meedoen, doe je best, we gaan er samen wat van maken. Met het spiegeltje van Nix, wat toen door het cabaret van Nix, wat toen de oudejaarsvoorstelling eigenlijk gaf. Ze hebben toen aan de inwoners opgeroepen om mee te doen en dat heeft gewoon gewerkt. Als je ziet wat er in het dorp nu neer wordt gezet, dan door ontzettend veel inwoners, dan kun je daar ontzettend alleen maar blij mee zijn. Een soort omslag lijkt het wel, aan bereidwilligheid en weg met die negativiteit. We gaan gezamenlijk dit dorp nog wat mooier maken. Ja, dat is precies hoe je het zegt. We hebben echt bewust ervoor gekozen om ook op die manier in de wedstrijd te gaan. En echt positiviteit uit te dragen. En te kijken altijd naar wat we beter kunnen en niet op de negativiteit te focussen. Juist om dat enthousiasme uit te dragen. Voor jou persoonlijk? We kunnen er niet omheen natuurlijk als we fietsen of in de auto zitten. Want Joep Baltussen die wil nog een stapje verder. Ja, dat klopt. Ik sta inderdaad kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik sta nu op 24 november bij de gemeenteraadsverkiezingen sta ik op de CDA-lijst, op nummer 11. Ja. En nou zeg je van, en nou doe ik andere wegen, doe ik even een stapje terug wat betreft de Dorpsraad. Want er komt nou wel erg veel op me af. Nou, niet alleen dat. Maar we hebben in onze statuten ook staan dat de Dorpsraad apolitiek is, dat wij ons buiten alle politiek houden. En dat betekent ook dat als je je wel met de politiek gaat roeren, dat wij dan even een stapje terugzetten. En zeggen, de dorpsraad blijft de dorpsraad, die blijft apolitiek. En als je inderdaad campagne wil voeren, ja, dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Maar dan stap je even terug uit de dorpsraad. Dus ik ben inderdaad sinds de campagne is begonnen non-actief geworden, om het zo maar te zeggen, even slapende lid. En dan moet het natuurlijk even afhangen van of ik verkozen word of niet. Want ja, als je zo'n actieve groep hebt en mocht ik nou niet verkozen worden, dan ga ik graag door bij de dorpsraad. Want er zijn nog zoveel mooie projecten om te realiseren. Maar we gaan er gewoon voor dat ik dat kan gaan doen in de gemeenteraad. Jaar Dorpsraad in Sint-Tunis. Jan Verraai, jij was de voorlaatste voorzitter. Hoe heb jij de betekenis van de Dorpsraad ervaren in het dorp Sint-Tunis? Nou, op de allereerste plaats heb ik het natuurlijk heel plezierig gevonden, maar wat ik als doel had gesteld is om de Dorpsraad dus gewoon ook levendig te maken en bekendheid binnen het dorp zelf. Ik denk dat het iets is geweest waar de vorige dorpsraden moeilijkheden mee hadden. Wat doet een dorpsraad? Wat doet een dorp? En dat vond ik een van de doelstellingen, om van daaruit dus het dorpsraad bekend te maken, om van daaruit dus levendig te maken. En dan kom je vanzelf aan kandidaten, en dan kom je vanzelf aan activiteiten, en dan kom je vanzelf aan projecten, want dan krijg je dus veel medewerking van de mensen.
En dat is zo te horen gelukt. Dat is met name gelukt om het zaadje te leggen, om het zo maar even te noemen. Ik ben er zelf niet in gelukt, maar dat heeft ook te maken, denk ik, met dat wij toentertijd in de dorpsraad weinig communicatie deden. Digitaal nog niet helemaal voorop liepen. Al dat soort zeker. En daarom hebben we ook gezegd, want het is heel erg belangrijk dat je dus gewoon jongelui bij die dorpsraad krijgt, die dat dus gewoon oppakken. Dus er was duidelijk toe aan een vernieuwing en vooral een verjonging van de dorpsraad. Kun je in dat verband ook zeggen, ja, en het contact met de gemeente hebben wij meer gezocht en ook gekregen? Dat hebben we meer gezocht en ook meer gekregen. Alleen de resultaten die waren, als ik zie wat er dus nu gebeurt, we zien dat ook in Trots en Tunis. De resultaten daarvan waren gewoon, ik wil niet zeggen betreurenswaardig, maar die waren niet heel. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de situatie dat er toentertijd weinig middelen beschikbaar waren. Jullie hadden uiteindelijk ook een budget wat ter beschikking werd gesteld door de gemeente en daar kon je wat mee? Nou, daar konden we zeker wat mee, want ons budget ging geloof ik van 1000 naar 4000 euro per jaar. Maar in deze tijd doe je daar natuurlijk heel erg weinig mee. Jij zei in het begin al, ik kijk er met plezier op terug, want we hebben wat bereikt. Ja, precies. Als ik zie wat de dorpsraad dus nu doet. Ik denk dat mijn opvolger Jos van Duren, dat hij nou 4 of 5 jaar actief lid is van de dorpsraad, waarvan hij een jaar meegelopen heeft. Als ik zie wat de dorpsraad dus nu doet, waar ze bij betrokken zijn en wat er aan projecten lopen. Het dorp bruist weer. Ze zijn bijna overal bij betrokken en dat doet me deugd, ja. Heb je nog een advies voor de dorpsraad? Ja, het advies is natuurlijk van zorg dat je dus de kern en de identiteit in de nieuwe gemeente blijft behouden. Dat is wat me zorgen baart. Ik ben, zoals je weet waarschijnlijk, heel erg tegen vergroting. Ik ben ook voor het land van Kuik. Maar zorg wel dat je dus de identiteit en de kracht van een dorp behoudt. Jos van Duren, de bekende voorzitter van de dorpsraad St. Tunis. Ja, jullie vieren eigenlijk een soort feest, hè? We willen even terugblikken naar heden. Nee, laten we vooraan beginnen. Bij verleden, heden en toekomst. Laten we eerst even een stapje terug doen. Het verleden. Het verleden. Nou, onze dorpsraad is 25 jaar geleden opgericht op verzoek van de gemeente. En heel veel leden die destijds bij de oprichting waren, zijn gelukkig vandaag op de reunie ook aanwezig. En die hebben eigenlijk voor ons de bodem gelegd voor zoals de dorpsraad op dit moment kan werken. Dus de statuten waar men toen van uitging, werken wij nog steeds mee. Met andere woorden, wij zetten ons vrijwillig in voor de leefbaarheid en het welzijn in het dorp. En dat doen we nog steeds met 13 vrijwilligers, heel enthousiast. Eigenlijk zoals ze ook begonnen zijn, ook met 13 vrijwilligers, heel enthousiast. En we werken nu met gelukkig ruime budgetten en groot draagvlak. Dus dat helpt ons wel, zeg maar, om de dingen te doen die we op dit moment doen. Dat verleden, hè, dat neem je natuurlijk altijd mee. En hebben jullie wel eens gedacht, ja, dat moet meer, gaan betekenen? Ja. het was zo, in St. Tunis was het een hele poos, ja, een beetje downhill. Het ging een beetje bergafwaarts. De winkels gingen dicht, bedrijven sloten, er werd gemopperd in het dorp. En we hebben als dorpsraad gemeenschap om dat een draai te moeten geven door met positief nieuws en met goede communicatie te laten zien wat er ook in het dorp gebeurt. Dus niet zozeer met de wolven meehuilen, om het zo maar te zeggen, maar wel zorgen, zeg maar, dat mensen enthousiast worden over het eigen dorp. En ik denk dat dat gelukt is als ik een beetje kijk hoe makkelijk het op dit moment is om vrijwilligers te werken. Je hebt ze spiegel voorgehouden, hè? Ja, het beroemde spiegeltje van niks, hè. We hebben ooit het cabaret van niks gehad die op de nieuwjaarsreceptie het spiegeltje heeft rondgebracht. En ik zeg van, nou, als jullie vinden dat er niks in St. Tunis gebeurt, dan kijk maar eens in het spiegeltje wat je zelf doet. Nou, die jongens van niks hebben denk ik heel goed werk gedaan, want die spiegeltjes zijn mee naar huis gegaan. 3 maanden later hebben wij de Trots St. Tunis, ons eigen dorpsblad, opgericht. En we hadden in een mum van tijd 37 vrijwilligers die wilden meewerken aan de totstandkoming, die wilden meer rondbrengen, noem maar op. Dus ik denk dat de jongens van niks een soort keerpunt hebben meegebracht, zeg maar, in ons dorp, in sfeer,
in inzet, in energie, in dingen die wel kunnen. En dat is belangrijk voor ons. Plus de toekomstige totale verandering, het aanzien van het dorp, het bouwen. Ja, er gebeurt enorm veel. Als je gaat kijken naar het bouwpotentieel en het aantal woningen wat nu wordt aangekondigd, dat is enorm. Als je gaat kijken hoe het centrum van Sint-Tunis gaat veranderen en ook de functie van het centrum gaat veranderen, dat is ook geweldig. Je ziet op dit moment dat de Brink onder handen wordt genomen, de Brinkstraat ligt helemaal open. Er wordt op verschillende plekken in het dorp wordt er gebouwd, voor jong en oud. Dus ik denk wel dat we uit de dal zijn en dat we nou met z'n allen onderweg zijn naar een mooi dorp. Hoe werkt dat precies bij de dorpraad in combinatie met het gemeentebestuur? Ja, feitelijk acteert het los van elkaar. Dus in die zin van wij hebben niks te vertellen in het gemeentehuis en andersom het gemeentehuis ook niks in de dorpsraadvergadering. Wat wel belangrijk is, is te zeggen dat we wel heel goed met elkaar overleggen van waar is nou behoefte aan. En je merkt zeg maar, dat men op het gemeentehuis dat ook wel op prijs stelt. Dat men graag wil weten van wat leeft er in het dorp, wat moeten wij doen. En welke stappen moeten wij zetten om het dorp leefbaar te houden. Dus we zitten regelmatig daar om te overleggen over woningbouw, over de Brink, over de plannen die er liggen. Klankborden, noem maar op. En ik ben heel tevreden over de manier zoals we kunnen samenwerken. Positief over het dorp, daar heb ik het al eens vaker over gehad. En jij blijft dat voorlopig als voorzitter van de dorpsraad aansturen? Ja, ik heb nog een termijn van ongeveer 3 jaar. Dus als ik voor 3 jaar. Ik heb nog een termijn van 3 jaar en ik heb voor 6 jaar plannen. Dus op een of andere manier moeten we het daarover eens zien te worden. Maar als je het gaat hebben over de toekomst van de dorpsraad, is het natuurlijk wel lastig. Want ja, je weet niet wat de toekomst brengt. De gemeentelijke fusie is best lastig. En we hebben een keer een avond gehad in Vorten waar alle 33 voorzitters van de dorpsraden bijeen waren. En dan blijkt dat iedere dorpsraad of iedere wijkraad wel op zijn eigen manier de dingen doet die belangrijk zijn voor die locatie. Dus ik hoop eigenlijk dat er niet een soort blauwdruk komt voor dorpsraden. En eigenlijk een oproep naar de gemeente van de toekomst. Wat wij nodig hebben zijn maar 2 dingen. Dat zijn euro's en vertrouwen. En dan ook het vertrouwen dat wij lokaal de goede dingen kunnen doen voor dat dorp. Want ieder dorp heeft eigen behoeften, ieder dorp heeft eigen energie en een eigen verhaal. Als we daarop in kunnen spelen en we krijgen daar de steun van de nieuwe gemeente, ben ik heel content.